We zijn onderweg naar Zwitserland en daar gaan we de Grand Tour rijden. Dat is een 1600 kilometer lange route dwars door Zwitserland heen, waarbij je zo'n beetje alle indrukken die Zwitserland verenigen krijgt voorgeschoteld. Dus vier verschillende taalgebieden, de meren, de bergen, een bijna mediterraan landschap en heel wat uitdagende bochten. En dat doen we in een auto die minstens zo veelzijdig is als het landschap van Zwitserland zelf, de Audi S8 Plus. En voordat we er zijn, laten we eerst eens even wat vertellen over die auto zelf. Zijn naam zegt het al, de Audi S8 Plus is een S8, maar dan met wat extra's. En dat extra's is in dit geval 85 pk extra. Ten opzichte van de standaard S8 is die opnieuw naar Quattro GmbH gestuurd en daar hebben ze de motor aangepast. Niet alleen heeft hij andere uitlaatkleppen gekregen, ook een andere turbogeometrie van de twee turbo's en een heel ander motormanagement systeem. En dat zorgt ervoor dus dat hij naar de 605 pk gaat en 750 Nm in overboost. Gebruik je die overboostfunctie niet, dan heb je 700 Nm tot je beschikking. Met andere woorden, dit is een achterlijk snelle auto. En hoe snel is die dan? 3,8 seconden van 0 naar 100. En als je wilt, dan dendert deze auto door naar een topsnelheid van 305 km per uur. Dat is niet niks voor een auto die in de basis is neergezet als luxe limousine. En dat is het mooie aan een S8. In de basis is die nog steeds bijzonder comfortabel. Dus als je zo een beetje door het Duitse achterland rijdt, heeft hij een heel goedmoedig karakter. Die motor doet vrij weinig, de achttrapsautomaat houdt zich volledig op de achtergrond en het onderstel, ja, bijzonder relaxed. En dan kom je bij al die instellingen van de S8 Plus. Want hier zit een heel cluster verstopt onder het knopje Car. En dan kan je hem instellen in vijf verschillende standen. Dan heb je Efficiency, die laten we vandaag even voor wat het is. Comfort, daar staat hij net op. En Dynamic. En dan wordt de auto eerlijk gezegd verre van dynamisch. En dat zal ik even laten zien op een bochtige bergweg hier. Wat Audi heel knap heeft gedaan, is dat ze de S8 een hele directe stuuroverbrenging hebben gegeven. Dus als je instuurt, dan reageert de auto heel mooi direct. En daarmee wekt hij de indruk dat hij wendbaar is. Maar vervolgens moet de rest van de auto ook de bocht door. En dat is niet zijn grootste kracht. Dan merk je gewoon dat er, wat is het, 2300 kilo die bocht door moet. En dat gaat op de voorbandjes drukken. Als je wil corrigeren, dan gaat hij eerder glijden dan dat hij luistert. Voordeel is wel dat de auto zijn aandrijfkrachten heel goed over de voor- en achteras kan verdelen. Dus zodra ze voor tractie verliezen, gaat de aandrijfkracht naar achter. Standaard staat al 60% achterop. En dan tussen de verschillende achterwielen kan die ook nog eindeloos variëren. Heel veel gewicht, jongens. Hup. Nee. Geef mij maar gewoon lang, hard, rechtuit. Ja, want het is echt ongehoord wat een stappen deze auto zet. Niet te geloven. En dan denk je, nou, zit die V8 toch redelijk aan zijn toeren. En dan blijft hij veel harder trekken dan je voor mogelijk houdt. Dus ja, snelheid rechtuit is absoluut de reden waarom je deze auto zou willen hebben. Maar rijst alleen de vraag, wat biedt die ten opzichte van een standaard S8? Dat is natuurlijk die topsnelheid, 305 km per uur. Maar om te laten zien dat je er in de realiteit zelfs in Duitsland niets aan hebt, gaan we even de snelweg opzoeken. Oké, de snelweg is in zicht. Je een oprit, krappe bochtjes en dan merk je al, daar houdt hij helemaal niet van. Sterker nog, de neus gaat zoeken. Gas erop. Hoppa.
vervolgens rij ik al 170. Goed, in Duitsland op de snelweg, een gebied waar geen snelheidslimiet geldt. Dat is natuurlijk het gebied waar je blij zou worden van deze S8 Plus. De weg is vrij. Mijn voet zit diep verscholen in de mat. 210, 230, 240. En daar moet ik alweer vol op de rem. En dat is consequent het probleem in het Duitsland van heden ten dagen. Laat staan als je dit in Nederland wilt, wat natuurlijk niet mag. Laat staan als je het in Zwitserland wilt doen. Ik bedoel, als je daar met een flink snelheidsverschil geflitst wordt, dan ben je meteen je spaargeld kwijt. En ook in Duitsland is een auto als de S8 Plus dus al niet meer bruikbaar. Die 26.150 euro die je ten opzichte van een standaard S8 uitgeeft aan deze Plus, zijn dus letterlijk alleen maar voor de vorm. Alleen maar, ja, hooguit dat je het een keer kunt gebruiken als je midden in de nacht door Duitsland rijdt of heel 's ochtends vroeg. Dat je dan een keertje die 305 km per uur kan aantikken. Maar voor de rest hier weer, de weg is vrij. Gas, ik heb nu echt honderden meters zicht. 250 en er komt weer een Volkswagen Tiguan voor mijn neus. Ja, het klinkt allemaal waanzinnig. In de praktijk is het mooi op papier. Maar gelukkig geldt dat niet voor Zwitserland.